In de sporthal van Kokkengen worden 115 vluchtelingen opgevangen. Dit is een noodopvang en daarom zullen de vluchtelingen hier 72 uur verblijven. Ik vind het goed dat ze onderdak aanbieden. Ik wil wel vrienden met ze worden. Op school zijn we nu tekening aan het maken voor ze. U bent hier als raadslid aanwezig. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou, dit is natuurlijk een unieke situatie in de gemeente Stichtse Vecht. Hebben we nog nooit meegemaakt. Ik wilde met eigen ogen zien wat we hier nu in deze sporthal achter ons voor elkaar hebben gemaakt om die mensen op te vangen. En even praten ook met de mensen die hier mee bezig zijn. Ik moet zeggen, ik ben binnenwezen kijken en dat vloog me echt even helemaal naar mijn keel. Het is echt een noodopvang. Je moet maar op deze manier... Ik denk dat de mensen er heel blij mee zijn. Ze hebben duizenden kilometers gereisd, komen uit de grootst mogelijke ellende. En laten wij ze hier alsjeblieft een paar dagen rust geven. En dat gebeurt dan op een hele basic manier. En dan denk ik van het minste wat we kunnen doen. Ik zie dus dat het u wel echt aangrijpt. Het is wel echt een heel belangrijk onderwerp voor u. Nou, het komt heel dichtbij nu. Het is tot nog toe televisiebeelden geweest en dat soort dingen. En dat is toch iets heel anders als dat je er nu gewoon rechtstreeks mee geconfronteerd wordt. Het roept bij mij best wel wat emotie op, ja.